Er zijn twee belangrijke manieren van communiceren. Communiceren met andere mensen, de mensen om je heen, en communicatie met jezelf. Zoals ik net al zei, ik ben op dit moment aan het praten. Ik vertel een verhaal. Waarschijnlijk worden er zo'n 1000 verhalen gehoord. Iedereen hoort mijn verhaal op zijn eigen manier. Je interpreteert het, je neemt het waar en je interpreteert het op je eigen manier. Wat zegt hij nou eigenlijk? Er is dus een groot verschil tussen waarnemen en interpreteren. Ik doe vaak een oefening. Tijdens de langere masterclass doen we oefeningen en zeggen van oké, ik heb hier iemand op het podium, beschrijf die persoon eens. En dan heb ik iemand die zit er bijvoorbeeld een beetje zo bij. Nou. Beschrijf die persoon eens. Nou, die ziet er heel verdrietig uit en er zal wel iets gebeurd zijn. En ja, of hij is misschien een beetje depressief, maar hij ziet er niet blij uit. Nou, er zit iemand op het podium, voorovergebogen met zijn schouders omlaag. En hij zegt niks. Dat is waarnemen. En wat jij doet, is er een verhaal van maken. Jij interpreteert het. Jij maakt jouw versie van de werkelijkheid. En jouw versie van de werkelijkheid is heel vaak niet de realiteit. En omdat wij allemaal in onze eigen werkelijkheid leven, mindset, omdat wij een bepaalde betekenis geven aan situaties, andere mensen en aan onze gedachten, voelen wij ons op een bepaalde manier. En door jezelf vragen te gaan stellen en je daarvan bewust te zijn, kun je erachter komen waarom je je zo voelt. Waarom geef ik die betekenis daaraan? Iemand zit gewoon zo op het podium. Waarschijnlijk is er wel iets met hem aan de hand. Want mensen die zich zo voelen, gedragen zich vaak wel op die manier. Omdat wij allemaal leven volgens bepaalde patronen. Maar er is een groot verschil tussen waarnemen en interpretatie. Op school wordt ons geleerd hoe we moeten schrijven. En door onze ouders en mensen om ons heen leren we praten. En dus die vaardigheden worden ons geleerd. Maar communicatie, waar leer je dat? Wie leert ons communiceren? Ah, dat is iets dat ontwikkelt zich vanzelf. De kwaliteit van je communicatie bepaalt voor een heel groot deel de kwaliteit van je leven. Bijna alle succesvolle mensen, bijna alle mensen die veel geld verdienen, die doen wat ze leuk vinden, zijn geweldig goed in hun communicatie. En het omgekeerde is ook waar. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Mensen die hoog in hun energieniveau zitten, die zelfverzekerd zijn en hoge eigenwaarde hebben, hebben vaak een goede communicatie. Veel mensen die je ziet in de publiciteit, op de radio, op televisie, hebben goede communicatievaardigheden. Als jij een goede verkoper bent, moet je beschikken over goede communicatievaardigheden. Als je beschikt over die goede communicatievaardigheden, vinden mensen het vaak ook leuk om met je om te gaan. Want je hebt altijd een leuk verhaal, leuk gesprek. En je luistert vaak ook goed. Weet dat mensen altijd aandacht willen, altijd. Dus het is soms heel goed om niks te zeggen. Op dagen als vandaag spreek ik heel veel, anders dan denk je ook van ja, waarom ben ik gekomen? Maar normaal gesproken ben ik heel erg stil. Ik praat niet veel. Ik zeg heel weinig. En als ik al iets zeg, dan is dat meestal een vraag. Ik stel vragen. Ik geef bijna nooit mijn mening, want die vind ik totaal niet ter zake doen. Ik stel vragen. Maar als je iemand iets wilt geven, geef iemand aandacht.